Minister Maria van der Hoeven is positief gestemd na een bezoekje aan de directie van het Amerikaanse farmaciebedrijf Merck. Volgens de minister is het bedrijf bereid mee te werken aan een goede langetermijnoplossing voor MSD, het voormalige Organon. De minister had in New Jersey een gesprek met Merck-topman Richard Clark. Begin juli besloot Merck de onderzoeksafdelingen van MSD in Os en Schaik uit Nederland weg te halen. En dat zou ten koste gaan van 2175 banen. Van belang is dat ziet men in, dat die structurele lange termijn oplossing voor de werkgelegenheid er komt. Nou, daarover is men ook in gesprek met een aantal geïnteresseerde partijen. Maar u kunt zich voorstellen, daar kan ik helemaal geen mededeling over doen. Dat is ook niet aan mij, dat is aan Merck.